Ja joh, kijkers van Daan van Gils. Leuk dat jullie allemaal weer kijken naar alweer een nieuwe video van mijn YouTube kanaal. De meeste van jullie denken van, Daan, waarom zit je dan weer in je kamer? Nou, ik was van plan, beste kijkers, om weer een nieuwe reageervideo te maken. En dat vind ik op zich wel leuk, want dan kunnen we natuurlijk weer gaan kijken naar grappige dingetjes. Maar, in ieder geval, ik ga sowieso vandaag kijken naar twee hilarische video's. Of ja, meme-video's van Samson en Gert. Kijk, ik heb Kabouter Plop al gedaan. Maar nu dacht ik, ik ga een keer Samson en Gert bekijken. Dus dat gaan we doen, beste kijkers. We gaan kijken naar de grappigste video's van Samson en Gert. Zijn jullie er klaar voor? Ik wel. Dus ik zou zeggen, let's go! Oh, beste kijkers, hoorden jullie dat gewoon net? Hij zei, wat hij net zei kan gewoon niet als je goed luisterde. Afgevaardigde op het kantoor. Ja, Modest, het is toch waar, hè? Telkens als ik jou een radio geef, slaag jij er altijd in om het te verkoeien, nietwaar? Je moet beter je best doen. Het is niet waar. Beste kijkers, wat ik net in één keer zag, toen hij in één keer zo deed. Heb ik iets misdaan? Hoe is het mogelijk? Heeft er iets, meneer de afgevaardigde van de minister? Van wie is Modest? Ja, die heeft jarenlang in mijn kamer gestaan, maar daarna heb ik hem op zolder gezet. Dit is de beste kak van mijn leven, nietwaar? Ja? Burgemeester, beter je best. Huh? Jan de Voddeman. Wat? Jan de Voddeman? Ik wil hem. De minister verzamelt oude regels, nietwaar? Oh, dat wist ik niet. Dus u gaat hij zegt radio gewoon, aan ik verzamel alle pedo's. Ja, voor zijn verjaardag. Knopje draaien. Oh, en hij werkt ook. Oh, vrienden, jullie maken mij zo gelukkig. Dat was gewoon niet normaal wat ze deden. Misschien zijn hier de lampen. Oh ja. It was at this moment that he knew. He fucked up. En dan laat hij dat gewoon vallen. Met dat gekke stemmetje erbij. Ik ga draaien of het over hier. Ik ga draaien of het. Ik zal het goed maken. Hij doet gewoon met zijn gezicht. Maakt een rare uitdrukking. Samson zijn op een verrassingsdrink voor. En Samson. Oh, Kelder, maar Geertje, moet ik dan ook zo Geertje zijn? Zo? Nee, dat denk ik niet. En dan krijgt hij in één keer meegaan, bier erbij. Joepie, zeg hé. Wat? Wajo, Geertje, wat zie je? En, is hij erg beschadigd? Ha, nee, dat is een ramp. Het is zo hersteld, hè? En die radio ontploft dan zo bang uit elkaar. Wat is dat nu? Wat is dat nu? Radio. Hij ontplofte gewoon nog een keer. Helder. Ja, ik moet bekennen dat ik het ook wel plezierig vind, nietwaar? Plezierig? Ik vind het wel grappig. Het is waanzinnig grappig. Dat gelach van Samson. Dat gelach van Samson klinkt zo. Oh ja, en beste kijkers, nu komt de tweede video, die ook hilarisch is. Let's go. En dan staat er gewoon Samson
Je weet wel. Deze, hou je hoofd nu toch eens stil? Maar alleen moet ik echt zo'n ding op mijn ding te hebben. En daarbij, dat is raaps. Dat is raaps. Ten eerste is dat niet te zwaar. En ten tweede is dat ding een ding. En dan zegt Alberto gewoon, dat ding is een ding. Samson. Geertje, hey. Geertje. Hallo. Dit kan gewoon niet waar zijn. Letterlijk. Nee, dat zwemt zoals ze zwemt. Nee, dat rijdt. Wat moet dat bedoelen, Geertje? Zeg, je moet niet over andere dingen beginnen, pingen, hè? Geertje, die gaat zich in prinses verkleden, omdat Marlene zo graag een prins wil zijn, ja. Morale, Samson, dat is toch leuk. Waarom doe je dat nu niet? Maar ik doe dat wel, maar ik wil veel liever iets zijn dan met zo'n stomme kind. Dat gaat niet, hè. Allee, Marlene is verkleed als een prins, Gert als een prinses. Dat kan jij dat toch moeilijk... Als een zeebijenloper of zoiets, hè? Ja, jij gaat toch ook niet als prins naar dat bal, hè? Ah, nee, hè? Ik ga als een kom. Dat is, dat heeft stijl, hè, Nante? Maar ik ben dat gewoon van ons opa, hè? En daarbij, hè? Een kok is altijd belangrijker dan een prins. Oh ja, en waarom moet je altijd belachelijker zijn? Belangrijker! En dan in één keer hoor je zo'n truuk geluid. En dan zegt Alberto zo van... Belangrijker! Zeg, zijn die gespen af? Ik kan vliegen en sieren. En dan zegt Gert gewoon... Ik kan vliegen en sieren. Enig gewoon. Albert wil toch altijd de kortijnen? Ten eerste is dood! Dan in één keer hoor je zo'n schot keihard. Moet de koor dat dan ook hebben, Gert? Ah ja. Ik kan niet, hè, want ik heb eens gehoord, hè, dat... Wat, dat er iemand op de duit klopte, zeker? Oh, maar zeg, ik kan dat hier niet loslaten, hè. Goh, ja, ik zal het meenemen. Kunnen ze mij nu nooit eens 2 minuten rustig laten werken? Ha. Wat zijn er weer grappig. Op de deur komen kloppen en dan op de deur komen kloppen. Ik riek mijn klak, hè. Oh. Dat kan Gert totaal niet zeggen. Wat zeg aan mij? Er klopt niemand en er is niemand. Oh ja, zeg. En dat mag, dat kan niet. Ah. Oh, Gertje, ik zie het nu. Het is meneer de Raaf daar in de keuken. Het is niet waar, zeg. Oh, lastig, waarom zou die langs de keuken komen? Ah, misschien wordt hij hier ook. En durft hij niet op de voordeur kloppen, hè? Allee, laat hem niet binnen. Ik kan vliegen, hè. Ik moest komen, want hier is geen bank. Alberto zei, laat hem niet binnen. Natuurlijk niet. Zeg maar, waarom kom jij nu plots langs de tuindeur naar binnen? Omdat je nu niet zo zijn, Amiek. Zie je wel? Wie? En jij? Maar nee, ik ben langs de tuindeur gekomen omdat niemand mij zou zien komen. En dan staat er in één keer dat, toen werden ze een koppel. Dat was gewoon niet eens normaal, maar wel grappig. Beste kijkers... Dat was in ieder geval het kijken naar de 2 hilarische video's van Samson en Gert. Ik zet wel 2 linkjes in de beschrijving naar die 2 video's. Want ik moet zeggen, toen ik ze voor het eerst ging kijken, toen ging ik echt enorm stuk. En ik vind vooral, heel eerlijk beste kijkers, dit is gewoon naar mijn mening het meest grappigste van Samson en Gert dat ik ooit heb gezien. Maar misschien dat er nog wel wat grappigs kan komen. Wie weet. Maar tot nu toe was dit het allergrappigst. Hopelijk vonden jullie het ook wel grappig. Maar hopelijk vonden jullie het ook natuurlijk niet al te grof. Maar mochten jullie dit alsnog wel weer alsnog een grappige, leuke video vinden. Druk dan zeker natuurlijk even het duimpje omhoog.
Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet gedaan had. En dan hoop ik dat ik jullie allemaal weer terugzie bij de volgende video op dit kanaal. Oh ja, en het is trouwens alweer bijna hemelvaart, beste kijkers. En dan gaan we sowieso weer lekker vloggen op de camping. Ik weet 100% zeker dat dat superleuk gaat worden. See you all later!